Naarmee nou, je zelf pakjes kunt maken en deze aan andere personen kunt geven, dat kan met deze plugin. Hey, Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de plugin Teams. Presents, Teams Presents, laat je toe om pakjes te gaan maken en deze te kunnen geven aan jouw vrienden of andere spelers op de server. Het is dus eigenlijk een soort van ja, pakketjes service. Ja. ja, niet echt een pakketjes service. Je kan gewoon een pakje maken en dat geven aan een vriend of kameraad. Dus nu, nu deze plugin is aangevraagd geweest door de, de, door de plugin developer hemzelf. Een goeie vijftal maanden geleden via mail. En ik was het glad vergeten. Ja, ik was gewoon glad vergeten. Het was echt in de mails verloren geraakt. Maar ja, hier ben ik dus uiteindelijk toch gekomen aan de plugin van hem. Je kunt deze namelijk downloaden met de eerste link hieronder. Of de tweede link hieronder in de beschrijving. En je kunt deze plugin gebruiken voor 1.12 tot 1.17.1. Dus je klikt op het Download Now knopje. Je gaat naar je server van keuze. En je plaatst die in de plugin folder. En vervolgens start je je server op. Als we een keertje terecht zijn, komen op de server, dan kunnen we direct gaan beginnen met een pakje te gaan maken. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Nu eventjes daarvoor, als we een pakje hebben, bijvoorbeeld dit is een gesloten pakje. Ik doe die open, kijk eens aan, een diamanten zwaard zat erin. Dat is, dat is handig. En dit is trouwens een leeg pakje. Nu hoe maken we zo'n leeg pakje? Dat kan op twee verschillende manieren. Het eerste is met behulp van een commando, waar natuurlijk niet iedereen aan kan. En dat is Slash I. Dat is namelijk eigenlijk een intern commando van uh, Essentials. Slash I. En dan vervolgens c cyan. Underscore Present. En als je dat gaat doen, dan krijg je 64 pakketjes met sign present. Nu, je kunt deze ook maken met behulp van een recept die je zelf ook nog kunt aanpassen. Rechtermuisknop en dan zien we dus hier, ja, rechtermuis is voor een dan zien we hier dus namelijk het recept: gewoon één telkens papier in de hoeken, swing in de zijkanten en in het midden de kleur. Dus hup, daar gaan we een keertje gaan doen. Dat namelijk allemaal in de hoeken. En vervolgens gaan we hier rondom Swing doen. En we zien hier dus dat we een Sign Present hebben. Trouwens, in de config file kun je allemaal zelf ook pakketjes nog bij aanmaken naar keuze met jouw eigen recepten. Om dit pakketje in te pakken, doen we het volgende: rechtermuisknop. Oh. En we mogen maar één pakketje in ons hand houden, dus rechtermuisknop. muisknop en dan kan je de items kiezen wat in jouw inventaris zitten. In dit geval ga ik het diamanten zwaard aanduiden en klik ik vervolgens op klik to confirm. En ons pakketje is klaargemaakt. Nu met linker muisknop kunnen we deze ook nog een titel meegeven of een tekst meegeven, oftewel voor de persoon die het is, voor jou. En dan klik ik op enter. En als we dan overgaan, dan zien we dus van Jensen 1996 naar voor jou. <laughs> Helemaal mooi. En met de rechtermuisknop kunnen we deze openen. En kijk eens, ik heb een zwaard gekregen. Dus dat kun je eigenlijk doen met behulp van deze pakketjes. Nu ga ik eventjes nog eentje nemen en deze terug gaan vullen. Want ik wil jullie nog iets eventjes gaan laten zien. Want als een admin kun je ook nog terug in het pakketje kijken. Kijken wat er namelijk in zit om bijvoorbeeld iets na te kijken. En dat doen we eigenlijk op een heel eenvoudige manier. Dan met het commando slash teams. Teams Present en dan vervolgens LE of Look Inside. Die kun je allebei gebruiken. En dan kun je binnen in het pakketje kijken wat er namelijk binnen zit. En rechtermuisknop, doe het pakje een keertje open voor deze commando's en het reload commando en het help commando heb je natuurlijk permissies nodig en daarvoor ga, ga je naar de website op de plugin pagina bij permissions heb je alle permissies voor dit te kunnen gebruiken dus ook voor het pakje te kunnen openen heb je permissie nodig namelijk met use.open om het pakje te maken use.web en om het te signen of te signeren moet je use.sign gebruiken en voor reload en look inside is namelijk voor ja als je admin bent dus dat zijn eigenlijk al de verschillende permissies nu voor de rest is er in de game zelf niet veel aan. Je kunt wel nog pakjes bij aanmaken, maar daarvoor moet je naar de config-file. Dus laten we eerst naar de config-file gaan. We gaan naar onze server. We gaan hier kijken naar Teams Presence. We hebben als eerste onze messages. Dat zijn alle berichten die je kunt veranderen naar wat jij wilt. Dat kun je namelijk hier doen, dus dat is best wel handig. We kunnen ook verschillende andere dingen nog opzetten in de config-file, die trouwens ook nog handig zijn. Questions, dit zijn de pakjes. Dit kun je gewoon letterlijk kopiëren en een nieuw pakketje hieronder zetten. Hier kun je je, je shape aanpassen, dus hoe het moet eruit zien in de think table En dan ook de items die je eraan toe kunt voegen. Met dan, dan ook natuurlijk ja, eigenlijk de urls naar de hoofden toe. Het staat hierboven trouwens ook uitgelegd hoe je dat kunt doen. Vervolgens bij de config heb je toch een paar leuke dingetjes. We hebben hier dus als eerste can sign, dus kan je het signeren ja of nee. Het limieten daar allemaal van. Dan allo wrapping storage items. Wat het inhoudt, als je dit op true zet, dan kun je een pakje, een pakje in een pakje in een pakje in een pakje enzovoort enzovoort doen. Dus dat kan je daarmee doen als je dit op true zet. Can we name an envel? dan kan je het in een aanbeeld gaan hernoemen. De geluiden die je kunt aanpassen. Blocked slot material, dat zijn de materialen van eigenlijk jouw menu. En dan heb je ook nog Disabled Worlds in de werelden waar het niet is toegelaten. Dus ja, dat is eigenlijk alles van het config file. En dat is eigenlijk ook direct al de volledige plugin. Meer is er niet aan. Het is een kleine plugin waar je pakjes mee kunt maken. En deze pakjes kunt geven aan vrienden als je dat cadeau wilt doen. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Gelieve dan dat duimpje mocht doen. Raar een keertje dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en was niet dat. Bel een keertje aan raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. <laughs> ik ben niet overgegaan aan het onderscheiden. <laughs> Doei! <lacht> ik ben het glas vergeten. <laughs> dat moet kunnen. Oké. Okay. Laat dat er maar allemaal in. <laughs>